Hij begon zijn carrière in het Nederlandse betaalde voetbal bij FC Utrecht en speelt vandaag zijn 204e en laatste wedstrijd in de Eredivisie als middenvelder van Heracles, Stefan Tanger. Cissé. Combinatie goed met Ramzi. Cissé raakt de bal verkeerd. Au pair nog. En de paal. Nadat de bal van richting wordt veranderd. Drie overwinningen voor Roda. Zonder een tegendoelpunt te incasseren de laatste weken. 2-0 tegen Excelsior. 2-0 bij ADO. En 2-0 bij NAC. Dat zijn prima resultaten. La Chambre is er langs. Bij toeval de bal voor de voeten van Andres Open. Die kapt Dalemans uit. Ramzi. Nou, schiet maar. Het blok van Looms. Tanger. Goed aangepakt door Meeuwen. Zo houdt Roda de druk op de ketel. Andres Oper. Door de benen. Andres Oper. 1-0. Goeie goal van de clubtopscorer van Roda. En de vroege voorsprong is daar voor de Limburgers. Ze willen zo graag dat hij zijn contract verlengt in Limburg. Maar Andres Oper wil daar nog even over nadenken. Hoe dan ook. Hier is maar weer eens een bevestiging van het feit dat hij echt wel kan voetballen. Goeie goal. Roda leidt. Agustin. Ramzi. Oper. Ja, dat is een echte spits die bij de eerste paal opduikt. En rekent op dat soort ballen. Dat had zomaar de 2-0 voor Roda kunnen zijn. Paas van Tanger. Brigi net niet eraan, maar wel de hoekschop voor Heracles. Het laatst geraakte bal door La Chambre. Dan maar hopen dat het daaruit gevaar kan stichten. Voorzet van Robert Schilder. En bijna binnengekopt door Friend. Buitens. Uiteindelijk toch nog bijna het balbezit voor Friend die natrapt. Het ontgaat de scheidsrechter. Het was ook niet heel ernstig, maar de beweging was er. Agustin. Ja, en langs nu bij Dalemans. Agustin, Cissé, goal! 2-0 voor Roda. Dat na de openingstreffer van Andres Oper niet in de wedstrijd zit. Maar wel weer scoort. Nu dus via Cissé. Heel matig het verdedigende werk van Dalemans. Die daar zomaar de bal verspeelt aan Agustin. Cissé rond het zeer bekwaam af. Dat is wel heel makkelijk ingeleverd. 2-0. Looms. De foul met de borst. Zo geeft ook scheidsrechter Van Dong aan. Cissé legt neer. Agustin. Ramzi. Hier zit wat in. Boldor. In de laatste seconde van de eerste helft. Geen buitenspel voor Andres Oper. Ramzi. En de eigen goal van Bosnar. Dat is toch wel erg sneu voor de centrale verdediger. Op zijn verjaardag passeert hij de doelman Remco Pasveer. En staat Roda op 3-0. Het contact tussen Oper en Ramzi. En dan gaat die bal gewoon naast. Maar ja, Bosnar denkt ik zet mijn voet er tegen en passeert Pasveer. Voel je toch nog wel iets van spanning in het stadion. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die luisteren naar de radio. Zich op de hoogte laten houden via de mobiele telefoon. Over de tussenstand in het Abel Lensa stadion. Ramzi. Sibum. Die bal moet voor Pasveer zijn, maar die blijft staan. En dan is het een goal van Agustin. 4-0 voor Roda. Maar toch wel de fout van doelman Remco Pasveer. Tweede doelpunt van het seizoen in de laatste reguliere competitiewedstrijd voor Kemi Agustin. Een bal die er tussenin valt. Weinig communicatie, misschien wel geen communicatie. Pasveer komt er niet uit. Althans niet ver genoeg. En dan is het een makkelijk karweitje voor Kemi Agustin. Saïs, handige bal. Geen buitenspel voor Agustin. Die niet zelfzuchtig is en daar is Van Damme. En Van Damme maakt er 5-0 van. Zo gaat het in razend tempo. Vliegen ze er achter elkaar in. Prima gedaan door de man die 2 minuten geleden zelf scoorde. En nu Van Damme in staat stelt om de 5-0 binnen te schieten.
Het is open huis achterin bij Heracles. Ja, zo wordt het een dramatische middag voor Remco Pasveer. Nog geen wedstrijd in het doel staan van Heracles dit seizoen. En dan mag je een keer meedoen. Dan krijg je er 5 om je oren binnen 56 minuten. Opening Ramzi, Van Damme. Aubert naar de eerste paal. Het gaat naar de tweede paal. Daar is Ramzi, daar is ook Baudoor. Het is 6-0. Uitstekend uitgespeeld, de counter van Roda. Dat vandaag zelf goed voetbalt en profiteert van een off-day bij Heracles. En zo pakt ook Boldizar Baudoor zijn doelpuntje mee. Het overzicht bij Van Damme. Alle ruimte voor de Hongaar om te scoren. 6-0. De foul. Van Damme. Sende. Sibum. Lekkere bal. Aubert. Goal. Geen buitenspel. En dus is het 7-0. Een onvervalste 7-klapper voor de ploeg van Raymond Attenveld. Beter kun je het reguliere seizoen natuurlijk niet afsluiten. Aubert maakt zijn tweede. Zo ruim won Roda JC nog nooit in de Eredivisie. En de club uit Limburg doet dus wat het moet doen vanmiddag. Winnen en ook nog ruim winnen.